is al het hele seizoen on fire en kan dat bekronen met de eerste periode. Maar dan zal het wel de komende twee wedstrijden moeten winnen. En lukt dat de Zeeuws-Vlamingen op eigen veld tegen Schravenzande? En verder in deze Omroep Zeeland Sport het goed presterende Kloetingen in Werkendam op bezoek bij Kozakke Boys. En gaat Goes dan nu eindelijk winnen? Ze spelen tegen FC Rijnvogels. Goedenavond. Na de 0-0 van vorige week in Rosmalen heeft Hoek de komende twee duels maar één opdracht. Twee keer winnen en dan kan het zomaar de eerste periode pakken. De ploeg van trainer Gerard de Nooijer speelt in de volgende speelronde tegen koploper Blauw-Geel 38, wat een direct duel om die eerste periodetitel kan zijn. Maar dan moet er wel eerst afgerekend worden met Schravenzande, wat dit weekend de tegenstander is. Geen wijzigingen bij de eerste elf van Hoek en dat betekent dat Javairo Pengel opnieuw als rechtsback speelt. En de voorhoede bestaat uit Delanois, Schalkwijk en Hebbelink. Silvio Hagen is terug van een schorsing, maar begint op de bank. Hoek Schravenzande hoor je met commentaar van Tom Druppers. Hoek bouwt op in de openingsfase met de bal op links bij Lars Wantens. Meegegeven aan Janilio de Nooijer, dan de voorzet en het schot van Giovanni Delanois. Maar zijn bal gaat net voorlangs. Eerste mogelijkheid voor Hoek. Hier weer het balbezit met wederom Wantens. Voorzet van hem. Slecht weggewerkt daar door de defensie van Schravenzande. Hebbelink. Schot van hem gaat redelijk ver over, maar Hoek dringt aan in de openingsfase. Hier weer Hebbelink, krijgt nog een tik mee. Het mag eerst door, maar vervolgens gefloten door de scheidsrechter. En het is Gino Kreuzburg die aan de noodrem trekt en op de bon gaat. Hoek schopt dan voor Hoek. Korte variant, geschoten daar door Delanois. Nog voor de voeten van Lyon. Maar de bal wil er nog niet in voor het elftal van trainer Gerard de Nooijer. Je ziet hoe zijn ploeg oppermachtig is. Het is wachten op de eerste goal. Lyon. Omsingeling is een feit. Nog maar eens een schot van Hebbelink. Aangeraakt door Den Engelsman. En dan is het de verdediger die de Zeeuws-Vlaamse ploeg 3 minuten voor de rust op voorsprong brengt. Curieuze goal, want Den Engelsman loopt eigenlijk terug. Maar steekt dan nog zijn voet uit. En dat is precies genoeg om doelman Leerdam van Schravenzande te passeren. Let op het schot van Hebbelink. Ja, dit is toch knap gedaan van Den Engelsman. Doelpunt dus en de voorsprong voor Hoek. En dan doorgaan in de tweede helft die hier 2 minuten onderweg is. Nieuwe voorzet daar en gekopt door verdediger Gert-Jan Martens. Maar onvoldoende richting meegegeven aan de bal en dus in de handen van Leerdam. Dan een wissel, Wantens naar de kant en Silvio Hagen. Terug van 3 wedstrijden schorsing, mag er nog een half uur meedoen van trainer Gerard de Nooijer. Hoek verdedigt ijzersterk. Hij, Finn Murren, de doelman van Hoek, heeft weinig te doen deze middag. 6 tegengoals pas dit seizoen. Als de lange bal van achteruit volgt. En Silvio Hagen na een slippertje achterin bij Schravenzande wel de scoringskans krijgt, maar nog niet het doelpunt maakt, de invaller. En doelpunten heeft Hoek wel nodig in de strijd om de eerste periodetitel. Om blauw-geel in het spoor te blijven. En dat doelpunt dat volgt dan hier. 20 minuten voor tijd is het Javairo Pengel die de bal binnenkopt. Doet dat op aangeven van Gilles van de Kandelaren. Hier de hoekschop. En dan gedecideerd binnengekopt door Pengel. Zijn tweede van het seizoen. En het is eenrichtingsverkeer op Sportpark de Nooijer. Want hier Steve Schalkwijk, de topscorer. Opzetje met Hebbelink. Maar geen doelpunt voor Schalkwijk vanmiddag. Stuit op de keeper. Maar er zijn anderen die dan kunnen opstaan. Bijvoorbeeld hier Delanois met de goede bal op Lyon. En die geeft voor. En brengt Javairo Pengel in stelling om zijn tweede van de middag te maken. Goede aanval. Slimme bal van Delanois tussendoor. Lyon dan vanaf de achterlijn voorgeven en daar is Pengel als een spits, maar het is toch echt een verdediger. Hij zorgt in ieder geval voor de 3-0. Schravenzande gelooft het dan wel, geen enkele druk meer op de opbouw van Finn Murren. Perić ingevallen hier in balbezit namens Hoek. Hagen dan de 16 in, nog een doelpunt voor de invaller, jawel. De tweede kans is besteed aan Silvio Hagen. Verdediging loopt achteruit. Hagen dan met een kenmerkende actie naar binnen en in de korte hoek raak. Hoek wint overtuigend met 4-0 van FC Schravenzande. Als je wint,
En met dit voetbal, en wat is het, ik denk dat het gewoon een uitstekende wedstrijd was. Hè. Een van onze beste wedstrijden tegen een moeilijk bespeelbare ploeg. Die zeer verdedigend was en dat hebben we uitstekend gedaan. Hè. We hebben ze helemaal kapot gespeeld. Ja, 4-0 blijf ik zeggen, een zwakke afspiegeling van deze wedstrijd. Kun je vertellen, hoezeer zijn jullie bezig met die periodetitel? Hè? Die kan over 2 weken veroverd worden. Hoe leeft dat in het team? Ja, eigenlijk gewoon normaal. Goede vriendschap hebben we ook door de groep heen. En we leven er gewoon met z'n allen samen naartoe. En denk je dat het reëel is? Kunnen jullie blauw-geel hebben? Ja, ik denk het wel. Als we laten zien wat we vandaag hebben gedaan, dan moet het lukken. Veel vertrouwen daarin, Hoek. En dan door naar Kloetingen, waar ook al weken de zon schijnt. De ploeg leunt op een degelijke defensie en wint, al is het vaak maar met 1 goalverschil, veel wedstrijden. In Werkendam, waar Kozakken Boys de tegenstander is, wil Kloetingen afstand nemen van de subtop. Trainer Rogier Veenstra gaat dat doen met dezelfde spelers waar hij al wekenlang op vertrouwt. En die solide verdediging met Braafhart, Van Hekken, Plank, Bliek en Zerbiep kreeg nog maar 7 tegentreffers. Alleen Hoek doet dat in de derde divisie tot nu toe beter. Ook opnieuw een basisplaats voor Doak van den Berg, die de afgelopen 2 weken scoorde. Kozakken Boys Kloetingen met opnieuw Tom Druppers. Het balbezit is na dik een kwartier spelen voor Kloetingen-doelman Mitchell Braafhart. Kozakken Boys, de ploeg in het rood-wit, geeft de Beverlandse ploeg weinig ruimte om op te bouwen. Zet hoog druk, maar Kloetingen speelt zich daar knap onderuit hier via Johnny van der Pitten. De middenvelder stoomt op en dan uiteindelijk de diepe bal richting Rafael Zerbiep. Verdedigen dus ver op de vijandelijke speelhelft. Bal afgegeven aan Johnny Tibos. En hij haalt uit, dat is het eerste schot op doel van Kloetingen. Na een goede aanval, eerste gevaar van de ploeg van trainer Rogier Veenstra. Nu wat meer tijd voor Van Hekken. Van der Pitten gezocht, maar de inspeelpaas onderschept. Overname dan van Kozakken Boys, maar Van Hekken herstelt het. Verovert de bal, raakt Hoogveld wel. Maar de overname is er van Nelen, die heeft oog voor Ruben de Jager. Met de man voor zich doet hij dit heel mooi. Wat een schitterende goal van Ruben de Jager. Na 19 minuten brengt hij Kloetingen op voorsprong tegen Kozakken Boys. En let op hoe. De paas van Wout Nelen is al schitterend. Maar dan de Jager. De aanname is goed. Het idee is goed, maar moeilijk. Maar dan doet hij dit perfect over doelman Ten Hove heen van Kozakken Boys. Zijn 4e van het seizoen. Nog 5 minuten in de eerste helft. Geen ruimte voor Maatstorf daar in de hoek. Speelt daarom verlegd. Hier de centrale verdediger. Met een behoorlijke trap in zijn benen. Goede poging van Jesse Giebels, de linker centrale verdediger van Kozakken Boys. Maar Mitchell Braafhart pas 7 tegengoals dit seizoen. En in de eerste helft houdt hij zijn doel schoon. Dit is 3 minuten in de tweede helft. Bliek in de draaimolen bij Fermina. Geen overtreding. En dan de wilde uithaal van de aanvaller van Kozakken Boys. In het zijnet uiteindelijk gelukkig voor Kloetingen. Hier komt de thuisploeg weer. Vorig seizoen na 12 jaar gedegradeerd uit de tweede divisie. Nu dus 5e in de derde divisie, terwijl Kloetingen er weer uitkomt. Dit is uitstekend gevoetbald. Dit is geen buitenspel, aldus de grensrechter Van den Berg voor zijn 3e doelpunt. Op rij? Nee. De middenvelder stuit op doelman Ten Hove. Hier komt Kozakken Boys weer. Goede interceptie van Van den Berg. Gevaar nog niet geweken en dan uiteindelijk opgeruimd door Zerbiep. Wel bij Neral, de invaller, maar de interceptie is daar van Van Hekken. En dan zeeën van ruimte voor Jeffrey Dijkstra. Bal is precies op maat, de inzet ook, nee. Onderkant van de lat, pech voor Dijkstra. Wacht nog op zijn 1e doelpunt, de 3e divisie van dit seizoen. En wat een belangrijke was dit geweest. En komt Kloetingen dit dan duur te staan als dit de invaller is? Van Houwelingen langs Van Hekken. Bal ingebracht en dan het doelpunt van Giebels. Deksel op de neus voor de Beverlandse club. Als hier Van Houwelingen Van Hekken passeert, die zo'n goede wedstrijd speelt, dan is dit een heel fijn balletje met een stuit. En dan Giebels in de eerste helft nog stuitend op Braafhart. Nu met zijn rechter raak. En dan zure gezichten op de bank van Kloetingen, want zij hadden het duel kunnen beslissen, meerdere keren. Maar nu dus 1-1. En wat krijgen we dan nog? Hier komt Kozakken Boys er weer uit. De bal richting Stout. Braafhart uit zijn doel en plankt nog vlak voor de doellijn.
wordt er gefloten omdat Stout en Bravard met elkaar in contact zijn gekomen. Dan gaan we een wissel zien onder de lat. Nino Capon komt in de ploeg. Bravard kan dus niet verder. Blessure aan het hoofd. Waar Kozakke Boys nog maar een keer komt. De wedstrijd echt volledig gekanteld. Plank net al ertussen. Nu is dat niet nodig. De laatste kans van Damien den Beste gaat voorlangs. En dus speelt Kloetingen met 1-1 gelijk op bezoek bij Kozakke Boys. Ja, als je naar het speelbeeld kijkt, denk ik dat je als je met de punt weggaat eigenlijk ja, jezelf tekort hebt gedaan. Met de kansen van Jeffrey en Doak. Maar goed, ja, die schieten hem ook niet bewust niet binnen. Maar ja, uiteindelijk heb je een puntje hier in Werkendam. En ja, als je kijkt waar hun vandaan komen en waar wij vandaan komen, vind ik het een knappe prestatie. Maar je hebt jezelf wel tekort gedaan. Uiteindelijk speel je 1-1 gelijk en dat hebben we aan onszelf te wijten. Met het missen van kansen en maar ook wel wat tactische keuzes die we vanaf de zijkant misschien maken. Maar al met al 1-1 kunnen we nu nog niet mee leven, misschien over een paar dagen wel. Met een punt zou Goes misschien wel tevreden zijn, maar het liefst schrijft trainer Dennis de Nooijer er 3 bij. Want een overwinning halen dit seizoen lukte nog niet in de eerste 10 wedstrijden. Tegen FC Rijnvogels, middenmotor in de derde divisie, moet het dan echt gaan gebeuren. Opsteker is de terugkeer van Erwin Fransen. De buitenspeler was lang geblesseerd en maakte nog geen minuten dit seizoen, maar is nu helemaal hersteld. Fransen start nog wel op de bank, maar kan dus invallen. De overige namen hier op een rijtje. Arjen Dingemansen keert terug in het hart van de verdediging en daarom staat Roycel James op het middenveld. Lange bal van Dingemansen in de richting van Timo Leibers. Goeie aanname, goede actie. Leibers terugtrekken, Mitchell de Nooijer en die gaat maar net naast. Goede kans voor de thuisploeg in de openingsfase, maar nog geen treffer. Hier komt Leibers opnieuw. Weer de 16 in. Leibers naar Roemeratu op de keeper en dan Jeremy Noah. En ook via de keeper van Rijnvogels over de goal. Twee goede kansen al gezien dus in de eerste 10 minuten. Kunnen we zeggen dat Goes goed begonnen is. Hier het doorjagen van Roemeratu. Levert toch wat paniek op. Balovername van Leibers. Krijgt hem hier terug. Oh, mooi hakje van Mitchell de Nooijer. Komt de bal hier bij Tim de Winter en dan is het wel raak. 3 maal is scheepsrecht in de openingsfase voor Goes. En dan staat het op 1-0 tegen Rijnvogels. Let op dit hakje van Mitchell de Nooijer. Komt de bal nog bij Noah. Die vindt dan Tim de Winter. En goed afgewerkt. En dan staat de ploeg van Dennis de Nooijer op voorsprong. Rijnvogels dan. Nog weinig van gezien van de ploeg uit Katwijk. Hier Maxime van der Meer. Spits van beroep. Maar geen doelpuntenmaker nog vanmiddag. Nog een keer Rijnvogels. Bal weggewerkt. Wordt hij hier opgevangen. Felle duels. Maar uiteindelijk is het balbezit van Rijnvogels met Van der Meer. Goed breed gelegd op Jesse Driebergen. Driebergen. Goede redding van Lentink in de korte hoek. Dan gaan we naar de tweede helft. Met hier Jeremy Noah. Naar Mitchell de Nooijer. De Nooijer. Iemand uitkiezen voor de goal. Voorzet gekraakt. Vangt Leibers op. Opnieuw in de aanval. Sjoerd Verhulst. Kappen draaien. Uit de 16. Roemeratu. Naar Roycel James. En dan maar eens uithalen. Roycel James. En dat is een knappe redding van de doelman van Rijnvogels. Maar ook een goede uithaal van die centrale verdediger. En aan de andere kant. Goede aanval van Rijnvogels. En dan komt de bal bij Peer van Paassen. Grote kans. Maar niet besteed aan Van Paassen. Goede redding Lentink. Die er wel wat pijn aan overhoudt. Maar houdt voorlopig de 0 en Goes op voorsprong. Komt de bal hier iets wat gelukkig bij Sjoerd Verhulst. Verhulst de 16 in. Wordt dan toch nog buiten gedreven. Dan iemand op de 16 meter zoeken. Jeremy Noah. Renzo Roemeratu in één keer uithalen. En die valt zomaar binnen. Renzo Roemeratu met de treffer. Een goed bekeken schot. En dan is het 2-0. En gaat Goes dan die eerste 3 punten van het seizoen pakken. Nog een half uur op de klok.
Hier is Erwin Fransen ingevallen en neergehaald. En het is een doorgebroken speler, dus als een rode kaart voor Heerenga. En dan gaat de bal op de stip. Of toch niet? Want de scheidsrechter heeft overleg met zijn assistent en besluit een vrije trap te geven. Jeremy de Nooijer op de lat. Maar het lijkt dan toch wel zo te zijn dat Goes gaat winnen. Nog een paar minuten te spelen. Hier Erwin Fransen, terug dus van een blessure. Fransen uitzoeken voor de goal en daar is de 3-0. Gemaakt door Sjoerd Verhulst. Goes gaat voor het eerst winnen dit seizoen in de derde divisie. En dit is een mooie kers op de taart. Doelpunt Sjoerd Verhulst. Dan nog één aanval van de bezoekers uit Katwijk. Komt de bal hier uiteindelijk bij Sven Koppenol. En die maakt er nog de 3-1. En dat is vooral frustrerend voor Matthew Lentink. Want hij had graag de 0 gehouden. Doelpunt was van Sven Koppenol. Lentink redt hier nog met zijn voet. Maar dan valt de rebound voor de voeten van Koppenol. 11 wedstrijden moest Goes wachten op de eerste overwinning. Maar hij is nu een feit. En daar is trainer Dennis de Nooijer gelukkig mee. Kijk, alles ging al goed, alleen we wonnen geen wedstrijden. En uiteindelijk scoren we een goede goal. De eerste goal was natuurlijk een geweldige goal. Ik vond dat we daarna wel even hadden door moeten drukken om de 2-0 te maken. Want ja, het blijft toch een goed elftal waar we tegen spelen. Maar nu, nu geeft dat gevoel wel... Het is trouwens een heerlijk gevoel, laat ik het zo zeggen. Ondanks dat je altijd hebt gezegd dat je vertrouwen bleef houden, toch al opgelucht nu? Ja, tuurlijk. Want je blijft tegenaan hikken. Je kan natuurlijk blijven roepen dat we goed voetballen of dat we veel kansen krijgen. En dat het niet terecht is. Maar ook voor de spelers. Hè. Niet alleen voor mij, maar ik denk voor iedereen. We werken er hard aan. En ik denk dat het vandaag wel zeer verdiend was dat we hadden gewonnen. Geen overwinning voor Blauw-Geel 38 op bezoek bij Gemert. En daar zullen ze in Hoek om juichen. In de volgende speelronde spelen de teams tegen elkaar om de eerste periodetitel. Bij Goes maken ze wellicht een screenshot van de uitslagen, want zij winnen voor het eerst. En dat betekent in de stand dat Goes nu verlost is van die laatste plek. Het is gestegen naar plek 15. Hoek is de nummer 2 en Kloetingen vinden we terug op een knappe vierde plek. En dan bent u weer op de hoogte. Volgende week geen programma in de derde divisie. Maar er wordt dan ook weer genoeg gesport in de provincie. Hopelijk kijkt u dan weer. Voor nu een fijne avond en tot volgende week.